Ja, mooi bende. Verzameling bedoel ik. Hoi. Wie? De wereld verschijnt alleen nu. Het bestaat uit beelden, geluiden die binnenkomen, gevoelens, gedachtes. Maar doordat steeds dingen opnieuw terugkomen of lijken terug te komen, zoals mijn man, mijn kind, mijn huis, ook stemmen in mezelf, maar vooral daar kom ik in de knoop. Met wat? Wat is waar? Wat is werkelijk? En dat werkelijke is voor die ik. En verder dan dat kom ik niet. Maar waar zit de verwarring nou precies? Ik heb jou een tijd niet gezien en nou ben je er opeens weer. Dus het lijkt alsof jij wel echt bestaat. Ja, dat lijkt zo, ja. Ja. Dus we kunnen twee ingangen nemen, wat verschijnt is echt of wat verschijnt is echt als verschijnsel. En sommige verschijnselen blijken hardnekkiger. Feit blijft dat als je het bij dat moment houdt, dus als je, en je bracht dat in van het verschijnt alleen nu, dan is ook de herinnering aan ik heb dit al 1000 keer gezien een verschijnsel nu. Strikt genomen of die waar is, kun je op dat moment dus niet bewijzen. Is dat te volgen? Ja. Dus ik heb de sterke indruk dat ik die Hans-character al eerder gezien heb. Mm-hmm. Ja, dat is een sterke indruk, maar het is geen bewijs. Ook geen bewijs van het tegendeel trouwens. Dus waar wij vaak in de war komen, is dat we niveaus door elkaar gaan halen. Ja. Dus werkelijkheid in de normale zin, of de filosofische zin, is datgene wat op ons inwerkt, of datgene wat werkzaam is. Dus het proces van indrukken verwerken, bijvoorbeeld. Dus dan is werkelijk dat wat werkt. Niet in de zin van dat wat slaagt, maar wat bezig is. Dus er zijn interacties met jouw organisme en de indrukken van buitenaf die we dan de wereld noemen. Nou, dus dat is een benadering van wat is werkelijk. Als we bedoelen vanuit Advaita, dan is het enige wat werkelijk is I am. Want al het andere is een afgeleide. Het enige wat je zeker weet is dat je er bent of dat je bent. Je weet dan niet wat je bent, maar wel dat je bent. Daar kun je niet omheen. Zelfs roepen, de wereld is onecht of ik besta niet, kan je alleen zeggen als je bestaat. Dus, daar kun je niet omheen. En dat is een ander level. En als wij die levels gaan proberen te mengen, dan raken we in de knoop. Wat aansluit bij een ander themaatje, wat ik vaak zeg van wij als mensen, om het daartoe te beperken, zijn multi-layered beings, dus we zijn wezens bestaande uit meerdere facetten of aspecten of dimensies. Nou, één dimensie die maakt zich heel druk om een oorbel waar mijn trui in vastzit, of om mijn man of mijn kind of whatever. Een andere dimensie die is aan het kijken wat is waar in de zin van absoluut waar. En dus je hebt ook waar in van de sleutels liggen naast de koelkast. Dat is ook waar. Maar waar jij het over hebt is een andere dimensie van waarheid. Het spreekt ook een andere dimensie van jouw organisme aan. Want op het moment dat de sleutels zoek zijn, dan denk je echt niet na over bewustzijn en het absolute en realiteit en al dat soort dingen. Je wil gewoon die sleutels, want je moet ergens heen of whatever. Dus wij switchen de hele tijd tussen die dimensies. En in verschillende dimensies spelen verschillende vraagstukken. If you mix it up, you get mixed up. Vandaar dat ik ook vaak gezeurd heb over context. Dus vanuit welke context wordt een vraag gesteld.
of wat bedoelen we met waarheid in de zin van in welke context. Een koe is een zoogdier, is waar binnen de context van biologie. Maar vanuit Advaita op zijn meest diepe niveau, welke koe? What are you talking about? There's only consciousness. Als je dat gaat mengen, dan wordt het lastig. Vooral als er geen realisatie is. Want dan blijft het toch een beetje conceptueel of intellectueel spel. En waar de ene beter in is dan de andere. Maar het sluit dan niet aan bij die laag die het ook als waar of echt beleeft. Dus op het moment dat je helemaal stilvalt, dus helemaal verzinkt in I am of in zijn, dan verdwijnt ik en de wereld. Dan is de dualiteit tussen mij en de indrukken opgeheven. Maar dat is alleen waar in die toestand. Als je een ander moment hebt en je loopt geïdentificeerd rond, is je belevingswereld een hele andere. Afgescheiden brokken, conflicten, dingen botsen op elkaar. De wil komt erin, ik wil het zus en niet zo. Moraliteiten, dit is goed en dat is niet goed. Heel complex gebeuren. Maar dat is op dat moment jouw realiteit. Dan is dat voor jou waar. Is dit een antwoord? Ik ben in ieder geval wat rustiger. Vanmorgen toen ik daar mee bezig was. De ruimte die daar dan tussenkomt, tussen mij en wat in die verwarring ontstaat, want er staat eigenlijk een soort verwarrende ruimte. Daar ontstaat dan ook een soort van verdriet, alsof ik dan afscheid moet nemen van mijn geliefdes of zo. Why? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat is weer zo'n mengding. Het houden van geliefden hoort bij een bepaalde laag. Die gaat niet per se over. Dat wat je verstaat onder liefde kan veranderen door inzichten of transformatie of wakker worden. Ja, yeah, obviously. Maar dat is iets anders dan dat die allemaal automatisch de deur uitgeflikkerd worden. Dat kan. Het is ook vaak aan te raden, maar... Dat is weer iets anders. Ja, ik voelde ook wel dat dat iets was wat ik mezelf dan weer ging opleggen of zo. Ja, of wijsmaken. Ja. Waar we ook voor moeten oppassen is, en dat doen we allemaal, dus dat is gewoon menselijk, dat wij ons een voorstelling maken van wat awakening of verlichting betekent. En dan gaan we daar een setje normen van maken. En dan wordt het ook verwarrend, en dat doen we ook allemaal, want dan luisteren we naar 20 van die praatjesmakers. En ergens hebben we het idee dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Maar ze zeggen op tal van vlakken helemaal niet hetzelfde. Sterker nog, het spreekt elkaar nogal eens tegen. Of tenminste, zo komt het op ons over. En toch gaan we daar dan lijstjes van maken. Als ik wakker ben dan ben ik zo. En dat betekent dan dit voor mijn werk en dat voor mijn relaties en zus voor de woonomgeving of de houding ten opzichte van gezondheid of de houding ten opzichte van politiek of whatever. We maken allemaal van die lijstjes, we hebben ze amper in de gaten, but we do. Nou, kan je één ding vertellen, wakker worden is niet zoals jij het je voorstelt. Dat is ook een vrij goed criterium, als het overeenkomt met wat je al dacht dat het was, dan is het het niet. It's different. En de grap is ook vanuit dat concept van multilayered being, allerlei van die lagen blijven gewoon doorfunctioneren. Een van de cruciale veranderingen is dat je daar weinig meer van vindt. Die zogenaamde samengestelde ik, want dat volgt uit dat multilayer ding, dat sluit aan bij er is geen vaststaand ik, het zijn lagen. En in een bepaalde context wordt die laag geactiveerd en in een andere context die enzovoort. Dat functioneert vol automatisch. In de geïdentificeerde toestand zijn er allerlei oordelen over. En als die identificatie eruit is, wordt het gewoon gezien voor wat het is. Namelijk de zoveelste bundel indrukken. En een helderheid van, oh ja, laag C is bezig. Ik heb het ook wel eens erover van dat...
ik gebeuren is een dorp, of je zou kunnen zeggen een parlement. Nou, soms neemt deze groep even het voortouw. En dan komen de drie nihilisten uit de hoek en die nemen het voortouw. En dan komen er een paar conservatieven en die willen de boel wat temperen. En dan komen er een paar zeer progressieven en die willen, dan moet alles anders. Weet je wel, ze hebben allemaal ook de neiging wat door te slaan, net als bij ons in het parlement. Een hele hoop heisa, de neiging fouten met fouten te repareren, gaten met gaten te vullen en verkeerde conclusies te trekken en dan foute oplossingen aandragen. En nou, zo functioneert dat. Nou, zo is dat in ons ook, alleen als er dus die ontkoppeling is of die helderheid, dan wordt dat gewoon gezien voor wat het is. En ja. Er is een licht schouderophalend reageren daarop. It doesn't really matter, namelijk. Because I don't matter. En ik klinkt dus als één woord. En het is een zelfstandig naamwoord, maar het is dus een dorp of een parlement. Vandaar dat je de ene keer zus voelt en de andere keer zo. Zelfs in een ongeveerzelfde situatie. Want in het ene geval had je lekker geslapen, in het andere niet. In het ene geval had je de dag daarvoor ruzie gehad, in het andere geval niet. Weet je wel, dus zelfs een ding wat dan lijkt, oh, dit heb ik al meerdere keren meegemaakt, geeft andere reacties. Wat op reis gaan alleen maar interessant kan maken, is dat er een andere benadrukking van andere lagen plaatsvindt. Maar aan de andere kant van het verhaal, wherever you go, there you are. Dus eigenlijk zie je nooit wat nieuws. Ik kan wel naar Thailand gaan, maar ik breng mij mee. En of ik Thailand zie, is maar zeer de vraag, als zoiets al bestaat. Ik neem namelijk de indrukken van dat decor waar op dit systeem. Ik ervaar feitelijk alleen dit systeem. Vandaar dat Wittgenstein al eens riep, de wereld van de ongelukkige mens is een ander dan de wereld van de gelukkige mens. Dat is pretty smart. Iedereen leeft dus ook per definitie in een andere wereld. Iedereen is dus ook eigenlijk alleen. Ja, ik word daar vrolijk van. De baas zie je zelf nog wel eens. Ja. Soms komen er dus een paar van die lui uit dat dorp, die wonen daar heel erg achterin en die komen dan ineens op de voorgrond en what the fuck? Van een gekke Harry leeft ook nog. I thought he was dead. Dus dat hangt een beetje van de context af. Mijn leven over het algemeen is vrij saai. Dus meestal zijn dezelfde aan het woord zo'n beetje. Dus lees ik graag boeken, want dan hoor ik nog eens iets anders. Want wat ik vind van de dingen, dat weet ik nou zo langzamerhand wel. Dat is niet zo interessant. Maar soms gebeurt er iets in het leven en dan komen er ineens andere aspecten naar voren. Of een andere laag wordt aangeraakt die ik niet zoveel gebruik, zou ik maar zeggen. Of die niet zoveel de kans krijgt. En dan heb je even zoiets van, oké. Okay. En dat is een heel grappig effect. Ja, is het ook. En de neiging hier over het algemeen is dan een beetje uitzoomen. En gewoon rustig gaan zitten kijken naar dat parlement, wat dan even herschikt is, zou je kunnen zeggen. Van nou, wie dan de meerderheid krijgt, of het voortouw neemt. Of zit ik daar een beetje naar te kijken zo. Ja, bij mij is het meestal van, wat nu? En dan ben je daar weer uit, dus wat kan gebeuren dan? Ja, daarom. Maar dat is ook leuk, toch? Jawel. Nog meer? Ja, er popt er nog wel één vraag op. Wat of wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Een organisme. En als ik lang blijf kijken, wat ik nooit doe, dan wordt het gewoon heel stil. En het effect wat je dan krijgt, is dat je ziet dat het zien zichzelf ziet. Dus dan valt dat smoelwerk weg. En dan is er gewoon, ja, een soort reflectie van zien. En dus in de normale modus zie ik gewoon dat ding wat Hans genoemd wordt. En dat hij zich eens moet scheren of zo.
En meestal doe ik dat dan ook. Maar ja, er wordt een mens gezien, zou ik maar zeggen. Een talige aap. Zoiets. Cool, thanks. En Herman ook, obviously.